Als je de serie Outlander niet kent, scroll dan nu door. Dit is Sam Heughan, ook wel James Frazier, die de hoofdrol speelt en de vrouw ontmoet die vanuit de toekomst naar het verleden reist, Claire. Claire. Hij begint haar Sassenach te noemen, wat eigenlijk Outlander, oftewel buitenstaander, betekent in het Schots, volgens mij. Ook wordt er in die serie heel veel whisky gedronken. Dus op een gegeven moment brengt die acteur een whisky uit, genaamd de Sassenach. Mijn vrouw, omdat ik met haar deze serie heb gekeken, zegt in één keer, ik wil deze voor je kopen. De marketing was uiteindelijk de letterlijke foto van het product. Luister, als je deze serie hebt gezien, wij hebben nu de Sassenach whisky. En volgens mij heeft deze acteur meer dan 10 jaar gewerkt aan het maken van deze serie en dus het delen van de content uiteindelijk. Dus geduldig zijn met het delen van je content en uiteindelijk producten en diensten gaan ontwikkelen die daarop aansluiten, is denk ik een belangrijk factor in het ondernemen. De Sassenach. Terwijl ik zo aan het editen was, dacht ik, wanneer gaat hij zijn OnlyFans page starten?